every time we touch, I get this feeling. Love you. Very much. Very much. De doosje al. Is dat mooi? Nee, daar. En daar ben ik eieren voor. Oeh. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is... Klaar? Hè? Klaar? Klaar? Nee, we zijn nog niet klaar. Hé, laat eens zien wat jij net zei. Laat eens zien wat je kan. Even kijken. Doe het alfabet maar. Even kijken. Oké. Okay. Ja, maar dat gaat niet lukken, Alex. Oké, okay. Nee. Ja, nee. Oké, okay, kom. We ruilen weer. Ik heb zo les. Alex is er nog. Laat eens zien wat je kan, Alex. A, B, C, D, E... A, C, A, J, K, J, onder, 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 doe eens normaal. Doe eens in het Engels. Alex? Alex? Hier komen. Goed zo. Meneer is even aan het douchen en ik zag dus vandaag op Insta dat de eindexamens voor middelbare scholen beginnen. En oh mijn god, ik heb zoveel respect voor die leerlingen oprecht die deze tijd eindexamen moeten gaan halen. Ik weet nog dat ik 3 jaar geleden was dat volgens mij alweer. Dat ik toen mijn HAVO eindexamen had. Nou echt, als ik dat nu in deze omstandigheden zou moeten doen, ik weet niet of ik dat zou halen, echt. Ik had zoveel stress toen. Ja. Even filmen. Even filmen. Wat? Even filmen. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, is het goed? Uit de douche? Ja. Oké, okay, ik heb nu even pauze tussen de lessen door. En ik krijg alweer een beetje stress van al die deadlines. Ik heb hier dus, dit is volgende week en dan moet dan het een en ander af zijn. En het zijn best wel ook opdrachten die veel tijd opeisen. Dit is ook echt, het portfolio is ook echt huge. En dan hier hebben we allemaal toetsen en portfolio's en vrije studiepunten. En het is echt gewoon de laatste weken van dit schooljaar is echt gewoon even knallen. En dat is echt kut. Maar goed, ik ga even beneden wat eten. En dan door met de lessen tot 4:15. Nou, zo kom ik er wel doorheen tot 4:15. Ga je weer lekker naar papa en mama? Ja. Nee, die deur moet nog niet dicht. Kleine smiegel. Hoi, oma. Hoi, schatje. Kaartje nog kusje. Tot volgende keer. Love you. Love you. Very much. Very much. Ja. Die schatje. Oh. Goed naar de boompjes nou, kijken. Doei, Alex. Dat trekt gewoon die deur dicht. Dit is wel echt een van mijn faafgerechten. Lekker Indische curry. Kipje, rijstje, boontjes, broodje. Ik ga lekker douchen en dan morgen pas om 11:45 les. Dat is lekker. Goedemorgen, peeps. Het is vandaag dinsdag. Het is 2:15. Ik heb al heel de middag les. En ik heb zo lekker rijles, dus ik heb me even klaargemaakt. Ik ga me even omkleden. De zon schijnt echt dus heerlijk weer. Maar ik heb wel les tot 4:30, dus dat is jammer, maar goed. Ik denk trouwens dat ik de les lekker buiten ga volgen. Dat is een strak plan. Modderijen lessen? Ja. Ik ga weer veel wel kostuum. Dat is waar. Nou, er zit hier dus een kind helemaal loco te gillen. Kut, zegt hij altijd. Hij zegt kut man, weet ik wat hij aan doet. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Zo, boodschapjes zijn gedaan. En met rijles gaat het eigenlijk ook echt goed. Ik zit op les 15 of zo, geen idee. En ik denk dat het eigenlijk al wel... Nee, natuurlijk moeten er nog wel een paar lesjes, maar we gaan in ieder geval met een stijgende lijn. We hebben lekker wat van kaascroissantjes. Het is letterlijk ook 6:00, we gaan zo eten, maar het maakt niet uit. En dan vanavond komt Sanne gezellig langs. Als ik papa niet zou kennen en ik zou op straat zien lopen, zou ik echt denken, wat is dat voor verwarde man? Wat
Kerst, maar een spijt, jongen. Wij zijn onderweg naar de Mac. Oké, maar we gaan niks halen. We gaan gewoon lekker rondjes rijden. Daarna gaan we naar Maaien lekker chillen. En that's it. Dit is echt mijn song. Ja, dat was te verwachten. Dat was te verwachten. Oh, ik vind deze zo leuk. Ik kan helemaal mezelf inleven in het liedje. Ja. Oh, de gezellige car jam. Die is ook leuk. Kijk, die headlock. Headlock? Headlock. Kijk, geen headlock. Ik ging altijd mountainbiken. Ja, ik. Ja, leuk. Goedemorgen, lieve Leuten. Het is vandaag woensdag en de versoepelingen zijn ingegaan. Ik ga daarom vanavond ook meteen naar de sportschool samen met Luna. Ik zie eruit als een overreden kip. En ik ga vandaag ook naar school, dus dat is ook leuk. Heb ik echt zin in. Niet voor dat ik het zou zeggen, maar oprecht de waarheid. En dan heb ik één les, maar goed, maakt niet uit. We zijn in ieder geval lekker even eruit. Dus ik ga wat eten. Wat eten. En dan mezelf klaarmaken. Een maandelijks pakketje van Homme's Best weer binnen. Oh, ik was zoveel te laat met posten trouwens. Ik moet per maand 3 foto's plaatsen op de feed. Even kijken, moet iets lichter. En ik was echt heel erg achter aan het lopen. Ik ben eigenlijk veel te laat, maar goed, ik heb het pakketje weer binnen. Ik moet over een kwartiertje weg. Dus ik kan niet alles aantrekken, maar dat doe ik wel ergens deze week nog. Wacht, ik ga even. Oké, en dit zijn de setjes. Dus een long sleeve top, die valt dan cropped. Leggings en setje in het beige, ook ontzettend mooi. Ik draag van alles een S, dus van de leggings, van de lange toppen, maar ook van de sport BH's. Dus dan weet je dat ongeveer voor je eigen maat in te schatten. Ik ben ongeveer 1,68. Dus dat. Ik ga ze deze week nog eventjes aantrekken, zodat je ziet hoe het valt. En volgens mij is er nog steeds best wat korting bij Women's Best. Dus een kijkje nemen kan geen kwaad. Ik ga naar beneden eten klaarmaken voor school en dan naar het station. We zijn op school beland. We zijn hartstikke productief. Katharina. Wat? Nee, ik ben aan het schrijven. Voor het draaiboek. Het draaiboek is bijna af voor een werkvorm. Althans, die deelt dus telkens van die dingetjes uit. Dus we hebben lekker popcorn. Annie, lekker boterham. Met haagslag en pindakaas. Heerlijk. En paniekwerk. En trouwens, mijn oortjes zijn stuk. Dat is wel kut, jongens. Ja. Even met de deur in huis te vallen. Mijn AirPods zijn dus stuk. Dus ik... Wat heb je gedaan? Heb je ze ermee gegooid? Nee, ik heb dus een melding gehad dat het volume te lang op maximaal stond. En dat die nu dus automatisch is verlaagd. Maar dus niet voor één keer. Maar dat ze zijn gewoon... Het volume is gewoon totaal... Heb je daar je eigen keuze in? Ja, ik hou altijd die melding. Nee. Oh. Dus niet. Dus ik dacht, ik koop gewoon nieuwe. En dan doe ik hem gewoon niet zo hard. Doe ik gewoon de AirPods Pro kopen. Die zijn sowieso... gewoon... Want die zijn sowieso heel hard, dus dat hoeft dan niet zo hard en dan krijg ik die melding niet, snap je? Logica. Ja, deze kan ook goed. Maar ik had dus een poll geplaatst of een vraagsticker op Insta en best wel veel zeggen ja, ze zitten niet lekker en zo. Ik heb ze ook, ik vind ze echt? Fijn. Ja. Heb je ze? Ja. Oh meid, vertel. Ja, ik vind ze fijn. Ja? Review. Maar zit dat nopje ook lekker? Dat ja, nopje. Ik kan ze ook met hardlopen in, dus dat is echt relaxed. Want die andere vielen bij mij altijd uit. En deze blijven gewoon echt goed zitten met sporten. En het geluid is ook goed. Ja, heel goed. En als je in de trein zit of er gebeurt iets om je heen, doe je hem op die noise cancelling. Ja, dat is echt fucking chill. Ineens is het zoef, zit je in je eigen bubbel. Zoef. Ja, dat is echt fijn. Oké, wij hebben over 4 minuten les en dan moeten we een werkvorm in elkaar hebben getikt die we nog steeds in elkaar hebben getikt. Dus wij gaan hem even in elkaar tikken. Joe. Alright, ik ben thuis. Ik heb me even omgekleed in het nieuwe pakje van Women's Best. Want vanavond ga ik lekker sporten met Luna binnen. Super chill. Dus ik ga zo eventjes eten en dan ben ik er vandoor. Maar dus het nieuwe pakje. En I love it. Ik vind de kleur top. Ja, verder valt er niet zo heel veel over te zeggen. Broeken zijn lekker hoog getailleerd. Vind ik chill. Alles sluit goed aan op elkaar.
Draag van alles een S'je nogmaals. Ben ongeveer 1,70, dus dat moet wel lukken, I guess. Ik ga lekker eten. Heerlijk wat kippenbouten, salade, met van alles en nog wat. Broodje. Wat zeggen we dan? Heerlijk de peerlijk. Heerlijk de peerlijk. Guten Morgen, het is vandaag donderdag. Ik heb geen spierpijn. Ik had verwacht dat ik echt zou creperen. Ik had tijdens de oefeningen gewoon al pijn, echt ziek. Maar dat valt mee. Ik ben me even aan het klaarmaken. Het is 7:45. Want ik pak zo de trein richting Bergen op Zoom. En dan kom bomen ophalen. En dan gaan we naar Eindhoven. Daar zin in, denk je? Nou, nee, niet bepaald. Nu ga ik dus met deze draad oortjes op de scooter. Echt ontzettend irritant. Dus ik wil eigenlijk liefst gewoon zo snel mogelijk die AirPods Pro bestellen. Lotte heeft ze dus besteld, dus ik ben benieuwd hoe zij ze ervaart. En dan wil ik ze eigenlijk ook gewoon bestellen. Oh, kijk maar hier nou klagen om draadoortjes. Wat een luxe probleem. Alrighty, ik ben thuis. Ik heb zojuist het sollicitatiegesprek gehad met Qualitive, dat is een online marketingbureau. Best wel interessant. Ik krijg volgende week waarschijnlijk een mailtje dat ik op locatie kan komen in Tilburg. Morgen heb ik een sollicitatiegesprek in Rotterdam met een beauty / make-up merk. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar het liefst hoop ik gewoon dat ik iets van Rumach te horen krijg. Want dat is wel waar mijn voorkeur naar uitgaat. Dus eigenlijk tot zover mijn stage zoektocht. Dus dat is positief. Like it. Ik ga nu eventjes boodschappen halen en dan lekker shawarma maken. Oké, ik ben me dus even aan het klaarmaken om naar bed te gaan. Hoor je dat? Er klopt dus de hele tijd iets. En het komt uit de douchebed. En ik denk nu natuurlijk meteen aan muizen. Nou. Oké, anyways. Deze kant van mijn oor zit compleet verstopt. Ontzettend irritant. Ik had sinds vanochtend. Anyways. Ik had het sinds vanochtend. En misschien moet hij even ploppen of zo. Echt, I don't know. Maar ontzettend irritant. Dus ik ga lekker naar bed. En ik hou het voor gezien voor vandaag. Wat gebeurt hier? Goedemorgen. Dat echt de worst night even mijn oor zit nog twee keer zo dicht. Dus ik heb even de huisarts gebeld. Dus dat had eigenlijk geen plek meer. Maar anders ben het na het weekend. Dus dat zou echt kut zijn. Dus ze heeft even snel ruimte gemaakt. Ik ga nu naar de huisarts mijn oren leeg laten spuiten. En dan klaarmaken voor sollicitatie in Rotterdam. Ik red dat dus niet meer om daarna nog met de trein erheen te gaan. Dus ontzettend fijn, want papa kan me even brengen. Jezus, het stormt echt. Oh mijn god, ontzettend chill. Ik hoor alles weer top. Echt, ze heeft best wel flink moeten spuiten. Het kwam er in eerste instantie niet uit. Maar helemaal tot ik weer goed hoor. Ik ben onderweg naar huis en ga me dan klaarmaken. Oké, ik ben ready voor mijn sollicitatiegesprek. Ik doe het even snel. Zo, ik heb het blazertje van H&M aan. Een korte mouwen shirt met een nekje van Yaya. Leren broek van Stretch met een strik hier. En Isabel Marant schoenen. Dus gewoon lekker een beetje zakelijk. En dan gaan we het sollicitatiegesprekje knallen. Het is dus daar. We zijn op bestemming. Ik ben een kwartiertje te vroeg. Zal ik gewoon alvast gaan of is dat te vroeg? Dat is te vroeg. Oh, ik kan zeggen ik ben te vroeg. Nee, we kunnen toch ook heel even wachten. Ik ben al even wachten. Maar ik ben er in ieder geval. Daar. Oké. We zijn echt 3 uur verder. Helemaal verslagen. Ik heb een sollicitatiegesprek gehad met Bibi Joe. Mag ik hem iets zachter zetten? Was wel leuk op zich. Maar ik wil nog even afwachten wat mijn andere sollicitatiegesprekken, hoe dat gaat. Ik heb er volgende week donderdag nog één met UPR Agency. Dat is via LinkedIn gegaan ook. Dus daar wil ik nog even naar kijken. Dus dat. Wil ik nog iets zeggen? Nee. En zo ben ik weer terug.
Zometeen gaan Quinn en ik weer terug. We hadden eigenlijk gereserveerd bij In The City. Om lekker te eten, maar het weer is meh. Dus dat gaan we niet doen. We gaan wel even gezellig naar de Bijenkorf. Mensen komen in opstand voor de situatie at the moment. Oei, oei, oei. Niet door. Het waait zo fucking hard. Mensen houden zich gewoon vast. Gaan we dit doen? Oh. Ja, kom, we moeten de trein halen, vriendin. Mensen is in ieder geval een vrouw. Oh, dat is heel zielig. Dit is niet normaal. Holy shit. Alright, we zijn thuis. En het is unboxing time. We hebben wat leuke nieuwe aankoop gedaan. Bij de Gucci store. De Bijenkorf. Dit doosje al. Is dat mooi? Het is weer een hele vissersknoop die ik er nooit uit ga krijgen. Welke? Echt niet? Echt wel. Mam? In zo'n mooi zakje. En een mooi pasjeshouder erin. Oh, zo ontzettend mooi. Ik wilde dus graag een nieuwe. Ik was een beetje aan het rondspieken bij de Bijenkorf. En deze sprongen met kop en schouders bovenuit. Echt ontzettend mooi patroontje ook. Echt love it. In het licht ook is hij zo mooi verliefd. En toen ik toch al bezig was, dacht ik haal meteen even de AirPods Pro erbij. Ik kan gewoon niet meer aan dat het geluid zacht is en het niet doet. Trouwens, bij Belsimple zijn ze 192 of 193 in plaats van 220 bij Apple zelf. Dus mocht je ze willen, Belsimple is the place to be. Dus heel erg blij met deze nieuwe aankopen. We gaan zo lekker Tom's Diner eten. Oh, lekker jalapeno chili burger. Love it. Geslaagd dagje, zus. Jeetig. Wauw. Wauw. Geprank, ze zitten er niet in. Zei het toch? Zei het toch? Mooi, ik ga ze testen. Oh, wel een kabeltje. Jeetig. Oh, hallo. Ik krijg er dus een kabel bij. Goed zo. En nog twee verschillende groottes van die dopjes. En nu zit volgens mij die middelmaat erop. Wij hebben lekker. Wat is dit? Frietjes. Oh. Hè? Het zal wel. De burgertjes. De burgertjes. Nee, dat is sla. Oh, dit is sla. Sla hoort erbij. Wacht, Jezus. Saus niet te missen. Absoluut, hoppakee. Ik nam het allemaal stuk alsof niks was. En dan de burgertjes. Ik weet niet wat dit is. Oh, ik heb zoveel zin hierin. Dit is de. Volgens mij die van jou. Switch. Even koekeloeren. Ja, dit is met jalapeno. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar de sportschool. Rond 10 uur gereserveerd vandaag. Ik werd wakker. Slip naar Luna. Zullen we gewoon afzeggen? Als jij had gezegd ja, dan waren ze hier nu niet. Ja, maar anders, hadden we hier nu niet gezeten. Anders kom je ook de dag niet door. Nee, zo. Dus het is goed dat je me meegesleurd. Dat en dan als ik thuis kom, moet ik nog wat aan mijn portfolio doen voor persoonlijk leiderschap. Dat moet volgende week, die week daarna, ingeleverd zijn. En dat is zeg maar nog niet zo heel ver af. Dus dat, het is 10 uur, we zijn een beetje te laat. Yes. We zijn met de babes, dus oh, gezellig, aan het pizzaretten. Heerlijk hè, schat? Heerlijk, heerlijk. Nou, het idee is leuk, maar je krijgt dat ding van zo lang als het leven er niet af. Oh, dit gaat wel. Dit is leuk. Dit hebben we één keer gedaan toen met Nien de verjaardag, toch? Dit is voor Nien, moet ik Nien eruit halen? Want... Prost. Compleet volgefrast, echt heerlijk, heerlijk. Het regent fucking hard. Oeh, Quinn en ik gaan eventjes een wijntje halen. Oh, ik ben buiten adem. En dan weer terug. Goed verhaal was dit, jongens. Echt fijn.
dit weer is echt. Dit weer is zo echt fucked up. Het is fantastisch. Fucking juni. Bijna. Ja. Wat een grap, hè? Goedemorgen, het is vandaag zondagmiddag trouwens, het is 12:30. Luna en ik gaan lekker lunchen bij Saus. En that's it. Eigenlijk een lekkere zondag, schat. Oh, heerlijk. Proost, schat. Proost. We hebben lekker gegeten, we gaan nu naar Luna samen even wat school dingetjes doen. Kijk gezellig. En lekker chillen. Dit is ook top. Love it. Oké, wij hebben geleerd. Dat is niet waar. Ik heb al school gereden. Luna is een poging tot leren aan het doen. Het is 4:15. Ik ga lekker de vlog editen. We maken zometeen even een saladetje als avondeten. Met wat snacks. Snacks. Dus dat is lekker. En dan ga ik de vlog online gooien. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Bye.